Goedemorgen allemaal op deze maandag 5 maart. De maand is nog maar net begonnen en ik denk het is leuk om eventjes op deze maandagochtend uit deze stapel van 55 zielskompassen, 55 zielscodes, eventjes een kaartje te trekken, niet zomaar een kaartje, een zielskompas te trekken en een beetje een mooie boodschap mee te geven. Nou, laten we zeggen voor de komende week. Zo af en toe doe ik dat spontaan. En is voor mij ook een prachtige manier om veel meer ook in het nu intuïtief te voelen wat de zielskompassen nu voor boodschap hebben. Ik heb ze natuurlijk vorig jaar alle 55 intuïtief geschreven via channeling. En in het moment kan het soms weer heel anders voelen. En ook ontzettend leuk om te vertellen dat inmiddels zijn denk ik 150 vrouwen onderweg met zielsrouteplanner. Iedereen kan een zielsrouteplanner ook bestellen. Het is echt een product voor een jaar. Het product is eigenlijk niet het goede woord. Het is een lifestyle voor een jaar. En van die 150 vrouwen zitten ook ongeveer 80 à 90 vrouwen met mij in een groep, besloten groep. En echt heel indrukwekkend om te horen, te lezen, te voelen en te zien wat de zielskompassen, wat de zielsrouteplanner met de vrouwen doet. Nou, mocht je daar meer over willen weten, kan je altijd eens op mijn website kijken, bij de zielsrouteplanner. Maar nu is de intentie om eventjes een kaartje, een zielskompas te trekken en eventjes te voelen wat ik daarover kan vertellen. In het nu. Voor iedereen die toevallig kijkt en luistert. Hè? Noem het maar toeval. Dus ik wens eventjes, zonder dat ik naar de kaarten kijk, onder mij aan het schudden. Maar ze zijn heel dik, dus schudden gaat niet zo makkelijk. Ik doe hem nog 4 keer en dan pak ik een kaart. De bovenste. 1, 2, 3, 4. Oh, wauw. Ik zeg wauw, omdat ik... Dit is geloof ik de laatste kaart die ik geschreven heb. Destijds in november. Destijds in een paar maandjes geleden. Is de kaart licht. Licht. Staat op nummer 30. Dat is niet per se het nummer dat hij als laatste geschreven is. Maar hij is nummer 30. En op de andere kant staat Sparkle and Shine. Nou, als klein detail staat hier ook bijvoorbeeld Follow Your Heart. Deze prachtige kaarten zijn ontwikkeld door mijn goede vriendin Danielle van Wanrooy. Wij zijn nu samen het zielsrouteplannen kaartendek aan het ontwikkelen. Ik met de teksten en zij met de mooie kaarten. Hele andere kaarten als dit hoor. Nou, wat kan ik jullie vertellen over het zielskompas licht voor de komende week? Ik keek meteen naar buiten, want het is natuurlijk vandaag licht. Ineens breekt de lente ook door. Wat ik jullie mee kan geven is dat in het nu, dat in een donkere periode, het licht er evengoed ook altijd is. Ook in de winter is het licht. Dat is, ja... In jou is er altijd een licht, hè? Dat is het licht bij je hart, dat is het licht uit je kern, dat is het licht omdat je bestaat. Vaak hoor ik in de winter mensen zeggen, ja maar dit is een vreselijke periode en ik verlang zo naar de lente, ik verlang zo in ieder geval naar buiten, naar alles wat met lente te maken heeft. Maar op het proces van ontwaken, zeg maar... Is het ook de bedoeling dat je leert de weg naar je eigen licht altijd te herkennen en te erkennen en dat licht ook te omarmen? Tegenovergestelde van licht is natuurlijk schaduw. En die schaduw hebben we ook nodig. Licht, donker. Als het altijd maar licht is in je leven, als altijd alles licht is, ja, dan weet ik zeker dat een aantal van jullie nu zeggen, ja, dat lijkt me heerlijk. Maar als het altijd maar licht is, dan wordt het ook een vlakke lijn. Dus je hebt die schaduw en je hebt licht allebei nodig. De pieken en de dalen zijn nodig voor je zielsgroei. Nou, ik heb zelf ook mijn eigen zielsrouteplanner voor 12 maanden. Mijn zielskompas voor deze maand, mijn persoonlijke, is het plan van de ziel. Nou, het plan van de ziel weet dat jij ook donker in je leven, de donkere periodes in je leven, zijn echt bedoeld om dichter bij je kern te komen... Om te leren te vertrouwen op de loop en de stroom van het leven. En nou, het licht, laat dat een boodschap voor jullie allemaal zijn. Hè? Als je er tenminste tot aangesproken voelt.
Want je hoeft hier helemaal niks, je moet niks. Maar nu het ook lente wordt, ja, verconnect je met je innerlijke licht. Want nu kan het wel weer lente zijn. En over een paar dagen kan het wel weer nou, vriezen, weet ik niet. Misschien gaat het weer regenen, gaat het stormen. Verbind je met je innerlijke licht. En zoek het licht ook niet altijd bij buiten jezelf, maar zoek het in jezelf. Je bent volwassen. Ervan uitgaan dat je goed geestelijk, mentaal in je vel zit. Hè? Uitzonderingen altijd daar gelaten. Maar je bent volwassen. Je bent zelf. Je zou zelf heel goed in staat mogen zijn op volwassen leeftijd. Om je ten alle tijde te connecten met je innerlijke licht. En ja, de andere kant is een sparkle en shine. Breng dat licht dan ook naar buiten. Want laatst zei een van de mensen die ik persoonlijk coach. Vond ik trouwens een hele mooie opmerking over haar. Over iemand. Nou ja. Zij had iemand anders in ieder geval geconfronteerd door te zeggen: ik zou het zo leuk vinden als ik dat licht van jou, als ik jouw lichte kant ook eens mag meemaken. Nou, dat is ook een beetje de boodschap. Laat ook de wereld delen in jouw licht. En durf daarbij ook eens een stapje buiten je comfortzone te zetten. Laat zien wie je bent. Maak jezelf zichtbaar. Stap in het licht. En ja, iedereen heeft een mooi verhaal in het leven. En deel je verhaal met de intentie om de wereld een beetje mooier te maken. Niet met de intentie om te klagen, maar deel je verhaal met de intentie van: hé, wat kan een ander hier misschien eventueel uit opsteken, uit meenemen. Maar nooit met de intentie ja, uit een slachtofferstroom. Nou, laat je licht lekker schijnen. Ik ga zo eventjes de duin in en ga ik ook mijn licht ja, lekker weer voeden. Dat is ook belangrijk. Voed je eigen licht door gezonde keuzes te maken, door je te verbinden in de natuur, door stilte op te zoeken. Nou ja, ik vind dat ik er heel veel alweer over gezegd heb. Laat hem eventjes doorwerken. Ik zet ook straks onder dit filmpje een linkje met een heel mooi. Het komt spontaan in me op. Dat is wel grappig. Of zal het nou ook weer geen toeval zijn? Vanmorgen heb ik ook een liedje geluisterd in de light. Ik zet het er even onder. Heb je even een momentje voor jezelf, een momentje van bezinning en om je eigen persoonlijke licht te voeden. Ik wens jullie een hele mooie maandag en een hele goede week. Tot gauw weer. Doeg!